Ik ben Leni het Hart en ik ben oprichter van de Zeehondencres. Ik ben daar 41 jaar geleden voor gevraagd. Er was al zeehondenopvang in Nederland bij een familie in de tuin. Die konden het niet langer doen. Die kenden mij, omdat ik altijd bij de Waddenzee was. Ik was bij de dijk, ik was altijd met vogels bezig. Dus ik was ook veel met hun in contact. Toen zeiden ze, wil je ons helpen? Ik zeg, nou, ik ga je niet helpen. Ik doe het in mijn eigen tuin, want mijn zoon was toen 5 jaar. En ik vond dat ik ook toch nog op mijn zoon moest passen. Dus ik ben dus als vrijwilliger begonnen. Daar ben ik mee begonnen, met de eerste zeehond. Die kwam natuurlijk ook onverwachts. Ze zeiden in de winter geen zeehonden. De eerste zeehond kwam in de winter. Dus toen heb ik een tuiltje ingegraven, een zeehond in de badkamer. Zo ben ik eigenlijk begonnen, improviseren. Nou, daar ben ik heel goed in, daar ben ik sterk in, improviseren. En zo is het gegroeid. En ja, het is steeds groter geworden. De opvang werd steeds bekender. Ik begon in een periode dat de jacht in verschillende landen... In Duitsland was nog jacht op zeehonden. In Denemarken ook nog jacht op zeehonden. Dus wij begonnen in Nederland ook met het vrijlaten van zeehonden, terwijl er in andere gebieden nog jacht was. De opvang zoals wij het nu ook nog doen in Pieterburen is in 1961 al begonnen. Toen was er in Nederland ook nog jacht op zeehonden. Dat stopte in 1962. Dus wij vonden dat je ieder dier wat in de opvang terechtkomt moet terug naar zee. Het dier moet je in zijn waarde laten, hoort niet in gevangenschap. En dat is tot op de dag van vandaag is dat nog zo. Maar in de periode dat ik begon, waren er nog 350 zeehonden in de Waddenzee. Dat was alles. Dat is heel weinig. Er waren duizenden geweest. Maar gewoon, ja, waar kwam het van? Jacht, dus de jacht is gestopt. Maar er waren nog heel weinig zeehonden. Dus wat ik gedaan heb, ik heb gezegd, met zeehondenopvang alleen kun je geen gebied, een natuurgebied, een populatie, waar in dit geval zeehonden zijn, kun je die redden. Maar dan moet je meer weten, dus je moet ook wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Dus ik ben al in 1984 met de viroloog Ab Osterhaus, ben ik begonnen met wetenschappelijk onderzoek op de dieren die binnenkwamen. En wij verzamelden ook alle dode zeehonden. En door mijn dat ik met iedereen zeg, de zeehond is van jullie allemaal en iedereen is verantwoordelijk, kreeg ik ook van heel Nederland de zeehonden en alle zeehonden ook de doden. Dus ik heb een heel netwerk langs de hele kust opgebouwd van mensen, vrijwilligers. Ik heb zelf al 12 jaar als vrijwilliger gewerkt. En met Ab Osterhaus hebben we het wetenschappelijk onderzoek erbij gedaan. Nou, wat ik wetenschappelijk onderzoek zag ik ook, je moet ook voorlichting geven. Voorlichting moet je ook doen, want je moet het voorlichten naar de mensen. Dus toen hebben we er ook een bezoekersgedeelte bij gebouwd, zonder entree. Want ik vind dat het probleem van de zeehond is het probleem van de mens. Wij veroorzaken met elkaar het probleem wat die zeehond heeft in het wild. Dus ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar goed, in Nederland ben je dan geen ondernemer en dan krijg je geen BTW terug. Dat is een bepaalde belasting. Ik weet niet hoe het in Duits heet, maar de BTW krijg je dan dus niet terug. Alleen als je entree vraagt. Dus ik ben naar de rechter geweest, een hele strijd, omdat ik vond principieel geen entree. Want ik wil niet profiteren van de ziekte van een zeehond, dat je daar financieel van profiteert. Ik vind dat mensen het uit eigen wil moeten betalen. Maar goed, dat scheelde 300.000 gulden per jaar. Dus toen zeiden we, jongens, we gaan toch met entree beginnen. En nu zijn we wel btw-plichtig en dat levert heel veel geld op, gelukkig. Dus dat is een voordeel. Maar zo zijn we dus wel, dat is wel mijn filosofie. Dus je doet opvang, je wilt iets doen voor een gebied, een beschermd gebied. Dan heb je daar, maak je van die zeehond, geef je een gezicht. Ik heb van de zeehond heb ik een populair dier gemaakt in Nederland. Iedereen kent hem, iedereen weet dat als er ergens een zeehond zijn kop boven water steekt, dan bellen ze. Iedereen weet wat een zeehond is. Dus dat hebben wij gedaan door middel van de opvang. Wetenschappelijk onderzoek. We zijn het belangrijkste instituut in Nederland wat betreft wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zeehonden. Wij hebben 8 proefschriften liggen van medewerkers van de Zeehondencres. Die zijn gepromoveerd bij ons. Ook zelfs iemand uit Duitsland ook. Die heeft Tim Harder. Hij is nu in het ziekenhuis. We zijn vooral gespecialiseerd in virussen. Maar ook, wat doet de vervuiling op het immuunsysteem? Nou, dat is in Europa, hebben wij dat gedaan, Engeland, of overal in Europa hebben wij geholpen om mensen te leren hoe ga je om met zeehonden.
Maar in de Waddenzee is het wel zo geworden. En dat is wel heel triest dat wij de enige nog zijn wat betreft de opvang van dieren. Die en wetenschappelijk onderzoek en opvang van dieren en geen dieren in gevangenschap. Wij zijn geen dierentuin. En dat vind ik een compliment. Ik wil geen dierentuin zijn. Dus hier verblijven geen dieren in gevangenschap. En daarnaast is het zo geworden dat wij gevraagd worden over de hele wereld om te helpen als er ergens een probleem is met zeehonden. En dat is in Rusland, in Iran en Uruguay. Ik ben over de hele wereld zijn wij geweest. Hebben we dus ook zaken opgezet met de mensen in het gebied. Maar dan doen we het ook weer. De zeehond maakt je populair, de bevolking erbij betrekken. Want dat doen wij ook. Wij moeten de bevolking erbij betrekken. Dat is onze filosofie. Als je de bevolking er niet bij betrekt, dan worden die jaloers op de zeehond, want die hebt een visser dan. Nou, die heeft het ook moeilijk op dit moment, al die vissers. En dan zien ze dat die zeehond, die wordt me toch vertroeteld, die heeft hier minstens een 5-sterren hotel. En ik dan. Dus wij werken ook samen met de vissers. Wij pakken ook problemen op van de vissers. Die hadden allemaal netten in hun netten. En soms in de schroeven. En niemand wou die netten van ze oppakken als ze in de haven kwamen. Dan moesten ze ervoor betalen. Dus ik zei, ik kom eraan. Dus wij hebben, dan moest je dan die hele grote bult hier achter in de tuin. Heb ik verzameld van alle Urker vissers. Dus ik heb een heel nauw contact met de Urkers. Want die redden ook zeehonden. Wij zijn partners in een missie. En dat is ook met de olieindustrie. En wat ik vanuit Pieterburen ook heb opgericht, is een nieuwe organisatie Sea Alarm. Want wat je dus ziet, is de tankers varen overal. Je hebt overal het risico dat er ergens een tanker misgaat, dat er een olieramp is. En ik heb gezien, ben over de hele wereld geweest bij olierampen. Op de Galapagos, in Uruguay, in Engeland, in Schotland, nou, noem maar op. Verschillende landen. En dan zag ik, dat de industrie was geweldig georganiseerd, alleen de mensen die met dieren bezig zijn niet. Die waren niet goed georganiseerd. Dus ik zei, jongens, we gaan bij de industrie samenwerken. Heb ik een nieuwe organisatie opgericht samen met de directeur van NAM, Shell en later RWE in Duitsland, Harry Roels. En die vonden het ook een geweldig idee. Dus we hebben met de ITOF, met internationale organisaties in Londen, want daar zitten al die tankers, de eigenaren en de olieindustrie, die zijn met elkaar in groepen. Daar hebben we een contract mee met de verschillende organisaties die hulpverlening doen op het gebied van vogels en zeehonden. Als er dus een olieramp is, is dat goed geregeld. Want hun organisatie is beter. Nou, dan moet je gewoon samenwerken. Ik ben dus niet voor ik ben geen activist. Ik ben een die zit in het midden en ik noem me dus ook een democratische ecoloog. Dus dat betekent dat ik met het gesprek met de mensen, dat doe ik nu bijvoorbeeld ook in Iran en dat hebben we ook in Mauritanië bijvoorbeeld. Dan ga je kijken wat zijn de problemen van de plaatselijke bevolking, daar ga je wat aan doen en je moet dieren redden. Ik vind dus dat je die dingen met elkaar moet doen. Je kunt geen natuurbeschermer die daar boven op het dak zit, die van boven naar beneden wil zeggen, zo wil ik de natuur beschermen, dat werkt niet. En dat is mijn filosofie en die filosofie wordt nu overal overgenomen. Ik ben net in Zuid-Korea geweest, heb ik de overheid mee geadviseerd met een paar Amerikanen, hoe je een natuurgebied maakt met de bevolking en hoe je daar de beste resultaten uit gaat halen. Nou, dat is heel simpel. Enquêtes onder de bevolking, wat zijn hun problemen? Kijken wat kun je voor de zeehond doen, maak het dier populair. In Zuid-Korea hebben ze hem nu als de spotted seal is dat, hebben ze hem als mascotte voor de Asian Games. Nou, dat is de allerbeste manier. En dat is hier ook. Wij hebben de zeehond op de kaart gezet en niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En dat is vanuit die filosofie. En die kunnen wij gelukkig nog steeds overeind houden. Er zijn natuurlijk mensen die denken anders, die zeggen laat de natuur zijn gang gaan. En laat alle dieren maar creperen op het strand. En in Denemarken, daar heb ik de opvang ook mee, hebben we ook meegewerkt. Want we redden ook in Denemarken zeehonden. En ook met een organisatie in Denemarken. En die zijn volledig omgedraaid. En die zeggen, we vangen geen zeehonden, want we schieten ze voor de ogen van kinderen dood. En dat vind ik een van de ergste dingen wat ze doen. Dat je geen opvang wilt hebben, is, ja, nou, dat is een keus. Maar dat je mensen die wel opvang willen, probeert met oneerlijke argumenten en geen wetenschappelijk onderzoek voor de ogen van kinderen dieren doodschiet,
vind ik een misdaad. En dan vind ik geen vrijheid. Dat vind ik een dictatuur. En die dictatuur, daar vecht ik tegen. Dus de mensen die vinden dat je die dieren gewoon maar dood moet laten gaan, dan ben je heel veel kennis kwijt. En je kweekt ook, ik vind het een vorm van beschaving als je een dier in nood helpt. En gelukkig staat het in Nederland in de wet, dat als je een dier in nood aan zijn lot overlaat, ben je strafbaar. Nou, wat ik nu ook wil gaan doen, ik ben hier geen directeur meer, ik ben oprichter, ambassadeur van de zeehonden. Ik zal nu in actie gaan om in Denemarken ook de mensen die wel opvang willen, dat we daar ook heen gaan en met de mensen gaan praten. En Schleswig-Holstein was ook ook maar geen opvang, terwijl Duitsland eigenlijk vanuit de geschiedenis veel beter met de zeehonden is omgegaan dan Nederland. Ja, dat durf je niet te zeggen, want dat was voor de oorlog. En toen de Duitsers hier kwamen in de oorlog, toen werden de regels voor de zeehonden beter dan voor die tijd. We hadden vreselijke methoden om zeehonden in haken te vangen. Dat was afgrijzelijk. In Duitsland deed dat niet. Die hadden wel jacht, maar op een hele keurige manier. Dus dat was eigenlijk, was het daar beter geregeld. Dus in Nederland werd het toen ook beter geregeld. Duitsland ging later over tot het stoppen van de jacht, maar de jagersvereniging, die hebben wel in Duitsland en Denemarken zijn die met de zeehondenopvang begonnen. Die hebben de zeehondenopvang. En dat doen ze nog. In Niedersachsen, dat zijn mijn vrienden. Ik ben er altijd mee. Ik ben op alle feesten. Dat zijn mijn vrienden. Daar ben ik altijd mee. Het is geweldig. Ze hebben nu wel dieren in gevangenschap. Omdat dat, ja, ze moeten ergens geld vandaan halen. Dat ze in de winter ook zeehonden hebben. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat doen wij niet. Maar daarom kun je wel vrienden zijn. Het is daar wel de vrijheid. En waar ik nu bang voor ben, dat zijn allemaal biologen, nadat de epidemieën kwamen. Hè. We hebben 2 keer een epidemie gehad onder de zeehonden. In 88 gingen de duizenden zeehonden dood. 2002 ook. En in 1988, toen wist niemand wat er aan de hand was. Maar wij waren al met wetenschappelijk onderzoek bezig als enige. Dus wij hadden allemaal monsters, we verzamelden ook van over de hele wereld. Dus iedereen kende ons over de hele wereld. En toen konden wij vinden, we hadden monsters uit Denemarken, wij waren overal het eerste. Dus de Denen en de Duitsers waren ook niet overal blij met ons. Maar wij waren er al, zijn nog aan het denken, wat moeten we doen? Maar wij hadden alles klaar. Dus een Oosterhaus is, hij heeft de brains, dus echt geweldige hoogleraar virologie. En wij haalden dan de dode zeehonden uit Denemarken. Wij onderzochten ze. En wij vonden dus met Ab Osterhaus, met ons werk, dat het een virus was die overgebracht was door zadelrobben, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. Het was overbevissing in de Noordelijke IJszee, de Noren en de Russen. Toen gingen al die zadelrobben kwamen naar de Zuidelijke Noordzee, kwamen hier terecht en die waren drager van een virus. Je kunt het vergelijken wat wij gebracht hebben naar de Indianen. En ook allerlei ziektes. Zo hebben zij dat hier gebracht. En omdat de populatie naïef was, ging 2/3 dood. Zo ernstig was dat. Maar wij vonden door ons werk dat het een virus was. Een morbide virus. Dat hebben wij gedaan. Maar goed, toen riep iedereen, het is ook de vervuiling. In Duitsland was de minister die zei, geweldig werk Nederland. Jullie hebben het gevonden. Want iedereen was natuurlijk blij dat het een virus was en niet een plaatselijke vervuiling of zo. Daar was iedereen natuurlijk bang voor. Maar goed, Greenpeace zei, ik vind het goed dat zulke organisaties er zijn. Die gaan in het extreme, dat ben ik dus niet. Maar ze moeten er wel zijn. Maar ik heb gezegd, jongens, Greenpeace zegt het is een vervuiling. Wij zeggen het is een virus, we gaan een onderzoek doen. Hebben we gekeken met ook weer Osterhaus. We hebben 2 groepen zeehonden gehad. 1 kreeg vis uit de schone Atlantische Oceaan, tussen haakjes natuurlijk. En uit de Oostzee, bij Finland vandaan. We hadden ze niet verteld dat het vis gebruikt werd voor die proef. En wat kwam eruit? Het zijn 2 van onze medewerkers op gepromoveerd. De vervuiling is van invloed op het immuunsysteem. Dus dat is nu nog zo. 2002 is er weer een epidemie geweest. De populatie houdt ergens een pocket van het virus vast. En na zoveel jaar komt hij terug. Dus we kunnen hem in 2016 kunnen weer verwachten. En dat komt gewoon dat een verzwakt immuunsysteem, de T-helpercel werkt niet goed. En dan blijft er ergens in een paar zeehonden een pocket achter. En dan in 1 keer is die populatie weer naïef. Dan zijn die antistoffen uit de zeehond. Dan komt die ziekte weer terug. En dan gaan er weer 2/3 dood. Want iedereen die nu roept. En ik zag ook in een verhaal uit Duitsland trouwens. Van
En de Waddenzee is zo schoon en de zeehonden zijn zo gezond. Ja, tussen haakjes. De Waddenzee is niet schoon. De gifstoffen zitten nog net zoveel in de zeehond. Dat hebben we ook weer onderzocht na die epidemie van 2002. En daar is ook weer iemand op gepromoveerd. Dus die vervuiling, PCB's, al die rotterige stoffen, al die toxines, die zitten allemaal gewoon in de bodem. En die komen steeds vrij. De moeder heeft een dikke speklaag. Daar gaat het in opslaan. Ze krijgt jongen. Die drinken 4 weken. Dan vangt die moeder geen vis. Dan gaat die speklaag, die gaat weg. Daar zitten die gifstoffen in. Dus via de moedermelk gaat er gif in het jong. Dus het jong heeft al, met de moedermelk, heeft hij al een verzwakt immuunsysteem. Dus dat is gewoon een gegeven. En daarnaast zien we nu dat er nog iets anders is de laatste 3 jaar. Dat er een enorme explosie is van longwormen. En waar dat nu vandaan komt, daar doen wij nu weer onderzoek naar. Er is nu weer iemand bij ons die promoveert op zeehonden met de Universiteit van Leiden. En met een universiteit in Engeland. Dus wij doen daar nu onderzoek naar. Maar wat is er nu nog extra? We weten klimaatverandering, vreemde vissen. De zeebaars was er nooit. We hebben schoolboxen gemaakt. Prachtig. De natuur. Nou, vergeet het maar. Want in plaats van 75% kleine visjes, leven daar nog 25% kleine visjes. Dus die kleine visjes gaan niet meer naar de Waddenzee. Er is gewoon te weinig kleine vis in de Waddenzee. Dus ook voor de grotere vissen. De vissers roepen nu eens geen vis meer. Ja, maar die schoolboks. Dat is van de natuurbeschermers, maar die willen de natuur terugbrengen naar wat het nooit geweest is. Maar we hebben altijd gevist. We hebben een proefschrift hier ook liggen. Maar dat is mijn zoon zelf ook gepromoveerd. 350 jaar zeehondenjacht in Nederland. En je ziet gewoon dat het bij de visserij altijd heibel is geweest. Dat er altijd een keer te veel was, te weinig. Dat altijd is er iets. Is er een probleem. En die is er nu ook. En nu hebben de natuurbeschermers gezegd, we gaan terug naar, ja, naar de middeleeuwen. Wat willen ze? 50 jaar terug. Dan moet je de Zuiderzee weer openmaken. Dan moeten de Zuiderzeeharen er weer in. Dan komen de bruinvissen weer. Is dat nog realistisch? Ik zou zeggen, gooi die schoolbroeks weer op. Nou, dat is vroeger in de kerk, want dat heeft Brussel beslist. En dat gebeurt niet. Maar ondertussen is daar wel die zeehond ook een dupe van. Maar die zeehond moet veel verder zwemmen om zijn vis te vangen. En de gewone zeehond is een kustzeehond. Die leeft langs de kust. In Engeland gaat de gewone zeehond al met 12% per jaar achteruit. Dus ook in Engeland moeten we kijken, wat is daar aan de hand? Want wij houden nog steeds zeehonden. Het gaat niet slechter met onze zeehond. Qua aantal gaat het mooi. Maar wij laten ook 500 zeehonden per jaar vrij. Dus dat het niet zo gaat zoals in Engeland, heeft ook te maken dat wij dus 500-600, Duitsland hadden ze, Vriendelisco gehad dit jaar, wat meer dan 150 zeehonden in de opvang tegelijk. Noordijk ook, wij minder zelfs. Maar al die zeehonden brengen we wel terug. Nou, dat is een punt dat we dat doen. Maar ondertussen moet je gaan kijken, wat is er aan de hand? Want misschien zijn al die natuurbeschermende maatregelen wel ook, kunnen wel aanverrechts hebben dat je geen land. In Duitsland waren er vroeger 15.000 zeehonden in Neder-Saxen. Er zijn nu, geloof ik, 6.000 of zo, 4.000. We hadden geschommeld met getallen. Niemand weet eigenlijk precies. Want de een zegt, bij het tellen is de helft onder water. Dus die hebben we niet gezien. Maar we tellen ze toch mee. De ander doet dat niet. Dus er is heel veel onduidelijkheid hoeveel zeehonden zijn er wel. Daarom doen wij zelf ook tellingen. En wij zien dat er in onze Waddenzee dus op dit moment 6.500 zeehonden zijn, gewone en grijze. Maar die grijze is veel sterker, die gaat heel ver weg zwemmen, die vangt dikke vissen. Die kan daar beter tegen, die is veel sterker dan de gewone zeehond. En je ziet dus wat er nu gebeurt. En dat is wel mijn zorg. En daarom vecht ik ook dat wij dus via de opvang het wetenschappelijk onderzoek goed houden. Dat dat ook continuïteit heeft. En dat is eigenlijk mijn taak waar ik nu mee bezig ben. Om de mensen die gewoon nu maar roepen van er zijn meer zeehonden. Omdat ze denken dat er meer zeehonden geteld worden. En als er meer zijn, zijn ze ook gezond. Nou, wij bewijzen dus dat ze niet gezond zijn. Er zijn wel meer, maar ze zijn niet gezond. En waar komt dat van? Nou, dat is dus nog wat open is.
We zien dus, we doen heel veel onderzoek hier. Waar komen ze mee binnen? Wat voor bacteriën hebben ze? Hoe is de resistentie? Want moet je eens kijken, wij hebben in Nederland 500 miljoen landbouwhuishouddieren op een kluitje. Wat daar gebruikt was, antibiotica, wat er allemaal in zee komt, dat wil je niet weten. Nou, dat komt ook allemaal in die zeehond. En die zeehond komt met resistentie binnen. Dus die wordt ook, daar heeft hij ook een probleem mee, met de vervuiling van de landbouw. Dus het is niet, wij geven natuurlijk ook wel medicijnen, maar dat zijn maar zo'n klein beetje. Maar alles wat onverdund in zee terechtkomt, dat komt in die zeehond terecht. En dat is een drama. Dus wij zien dus heel veel problemen rondom die zeehond. En daar zullen we met elkaar, met Duitsland en Denemarken en ook Engeland en ook Frankrijk, zullen we daarmee moeten gaan dealen. Ik ben geboren bij de dijk, maar wel in een dorpje vlakbij de dijk. En als kind van 4 jaar ging ik dus niet naar de kleuterschool. Ik spijbelde en ik ging naar de dijk. Dus dan struinde ik al langs de dijk. Dus het land, ik ben een dijkbewoner en het land achter de dijk, dat is eigenlijk mijn wereld. En ik woon nu zelf bij de Dollard. Ik woon direct aan de Dollard, daar vanuit mijn huis. Ik fiets 3-4 minuten en ik sta op de dijk en ik zie de zeehonden. Dus daar kom ik ook heel veel, daar woon ik ook. En ik ben als kind, later ben ik bij de NIEM, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Duitsland heeft ook de DJM, Duitse Jugend voor Natuurstudie, geloof ik. Die is daar ook. En dat zijn toch jongeren, die hebben geen leiding van ouderen, maar die hebben hun eigen verantwoordelijkheid. En daar was ik altijd mee op het wat. En daar vogels en bruinvissen. Daar was ik toen eigenlijk niet mee bezig. Maar ik heb al die tijd, ik hoor gewoon bij het wat. En ik reis over de hele wereld. Ik ben altijd weer blij als ik over in de Dollard ben. En ik kijk weer over de dijk. Dat is mijn wereld. En daarom vind ik ook zo belangrijk dat het blijft. En ik zie ook bij de Dollard, ja, alles wat een land wij hebben. Met zoveel mensen. En ja, wat hebben we? We hebben eigenlijk geen natuur meer. En ik ga op de Dollarddijk. Dan sta ik ook met mijn rug naar Emden. En met de rug naar Delfzijl, Eemshaven, want dan zie ik dat niet. Maar nu, Duitsland bouwt zoveel windmolens. Dus ik kijk nu vanuit mijn slaapkamer, zie ik de windmolens over de dijk. Maar dat vind ik nog niet zo erg. Dus ik sta met de rug dan die kant op en dan heb ik toch nog de Dollard. En in het Gronings zeggen we ook de Dollard spuigelt zich in schiek. Maar ook daar zie je de verdieping van de Eems. Ik zie gewoon wat er overal gebeurt. En ja, ik moet af en toe ook even Nederland uit om het kleine denken. Dat mensen ook hier nog denken dat je hier nog ongerept natuur hebt. En dat je dan hele kleine mensen die met één vuikje aan het vissen zijn, dat die daar niet meer mag vissen. Omdat de palingstand dan in gevaar komt. Dat vind ik zo kleindenkend. Maar dat zijn regels die van boven naar beneden komen. En ik vind dat regels van beneden naar boven moeten. Ik vind de andere route. En daar heb ik altijd conflicten over. En dat is ook wat ik in Iran doe en in Mauritanië. De plaatselijke bevolking heeft daar de beslissingen genomen. Die doen het nu. Die zorgen voor het gebied. Ja, buitenlanders willen altijd overal heen, hoe ze overal mee te doen. Maar ik zeg altijd tegen de mensen waar ik ook werk, haal ze er niet in. Ze verdienen een hoop geld die eigenlijk aan jullie besteed zou moeten worden. Dus ik vecht heel erg voor de plaatselijke bevolking. En ik kan niet tegen onrecht. En ik zie dat er onrecht gedaan wordt aan de zeehond. Zeker onrecht hoe ze gebruikt wordt om geld bij de industrie uit de zak te kloppen. Omdat de industrie dan weer een volledig zinloos onderzoek met zeehonden moet doen, want dan krijgen ze vergunning. Het is gewoon geld om de biologen aan het werk te houden. En de zeehond wordt misbruikt. En daar kan ik niet tegen. Ik kan niet tegen onrecht. En daarom vecht ik altijd nog voor die zeehond. En voor zijn ruimte in de Waddenzee en in de Dollard. Dus ik ben op allerlei, maar ik ga direct het gesprek aan met de mensen, de industrie. En ik ga niet als actiegroep. Ik weet niet waar je uiteindelijk terechtkomt als ze echt dingen zouden doen. Ik heb al heel wat zeehonden gesmokkeld uit Schleswig-Holstein. Want daar werden ze dan doodgemaakt. Omdat
Ze deden wel net alsof ze opvingen, maar ondertussen maakten ze ze dood, de jagers. Nou, dat doen ze niet meer. Dat hebben we voor elkaar. We hebben zoveel zeehonden gesmokkeld naar Nederland. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ik heb ze ook uit Denemarken gesmokkeld, maar Denemarken moet nog wel. Dus dat moet nog beter opzetten. Maar Duitsland is gewoon niet nodig. En het is nu zo, als ze ergens vlakbij de Nederlandse grens en een Duitser vinden zeehonden, ze brengen hem naar Frits, vind ik het prima. En zo gaat het ook als ze vanuit ja, Frits is. Het is nu Tim. Maar ik ken ze nog van 40 jaar geleden. En als Tim, als ik twee zeehonden onder Borkum heb, omdat ze daar aan het werk zijn, de mensen van een ETE, dat is ook een elektriciteitsbedrijf, geloof ik. Nou, die vinden dan twee zeehonden en die komen dan bij mij terecht. En dan zeg ik, Tim, ze zijn bij mij. Mooi houden, zegt hij. Dus, weet je, wij werken heel veel samen. En zo moet het ook. En dat wil ik gewoon, dat is een van de dingen waar ik gewoon in verder wil. Dat die mensen gehoord worden. Die echt in het veld zijn. En wij werken allemaal met vrijwilligers. Dus ik ben ook altijd nog een vrijwilliger. Ja. En ik ben gewoon een dijkmens. En ik beleef er altijd van alles. En ik spring en ik slik als ik ergens een zeehond in nood zie. Dus ik heb heel wat taferelen meegemaakt. Want dan moet je op je buik er doorheen. Als er één in het schip ligt. Dat doe ik nog. Daarom doe ik het nog. En ik ga nu weer naar mijn jongens in Iran eind september. Ik help dus de jonge mensen daar om een onderzoeksstation op te zetten. Met ook opvang, maar het onderzoeksstation is het belangrijkste. Werkgelegenheid voor de mensen, voor de vissers. Alle vissers redden daar nu zeehonden. Vroeger sloegen ze ze dood omdat ze in hun netten zaten. Nu worden de netten eraf gesneden, ze krijgen van een andere ondernemer nieuwe netten. Alle zeehonden gaan weer vrij. Geweldig! Al die mensen zijn blij. Werkgelegenheid, het is een combinatie. Je kunt niet één ding doen. En ik vind ook, dat is ook mijn filosofie, dat je niet alleen natuurbescherming kunt doen, maar je zult ook de mensenbescherming erbij moeten doen. Je moet een combinatie maken. Als een natuurbeschermers, er zou eigenlijk nooit een beschermd gebied mogen komen waar ook andere organisaties bij betrokken zijn. Zoals ik heb in Mauritanië Oxfam NoVIP erbij betrokken. Ik doe dan de zeehonden en de Nederlandse vissers en Oxfam NoVIP doen dus de kwaliteit van leven, onderzoeken en wat aan doen voor de mensen. Dus je moet een combinatie hebben van de verschillende organisaties. Alleen natuurbeschermers, dat kan niet. En ik zie dat de natuurbeschermers gaan nu ook steeds meer die kant op.